Hey, ik ben Ibrahim en ik ben tweedejaars technische natuurkunde student. Vandaag laat ik je mijn opleiding zien en beantwoord ik meteen de meest gestelde vragen. Kijk je mee? Onze school staat samen met een andere HVA-gebouwen op de Amstel Campus. Dat is niet alleen maar heel gezellig, maar ook handig. Er is altijd een studieplek te vinden. Ik woon in Amsterdam en ben binnen 20 minuten op school. Ik vond natuurkunde op de middelbare school het leukste vak. En ik was best wel goed in. Wat mij zo interessant leek aan de opleiding, is dat je natuurkundige wetten toepast in de praktijk. En je gaat allerlei proeven doen en je bouwt regelmatig iets in de werkplaats. Het jaar is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. Iedere blok heb je een project. Het project hangt samen met een andere vakken die je in dat blok hebt. Verder heb je wiskunde en natuurkunde. Thuis bereid je de les voor. Op school ga je verder op de stof in en maak je opgaven. Ten slotte heb je iedere week een practicum. Je doet onder andere metingen met lasers, sensoren, lenzen. Ik vind het superleuk. Je hebt ongeveer 16 uur per week les, verdeeld over 4 dagen. De rest van de tijd werk je aan individuele opdrachten en het project. In het eerste jaar was ik minimaal 30 uur per week bezig met mijn studie. Ik vind de begeleidingen goed. Ik had bijvoorbeeld een taalachterstand. De docenten hadden mij geholpen met onder andere extra tijd voor de opdrachten. Wat ik ook fijn vind, is dat je in het eerste jaar een mentor hebt, bij wie je altijd terecht kan. Het is vooral een praktische opleiding. Tijdens het practicum en project werk je regelmatig op werkplaatsen, waar je testen doet en dingen bouwt. Je hoeft vooraf dat allemaal nog niet te kunnen, maar je moet het wel leuk vinden om te leren. Elk blok werk je met je groepje aan een project. In het eerste blok hebben we een waterraket gebouwd. Tijdens de les leer je in theorie wat er nodig is om hem in de lucht te krijgen. Vervolgens ga je met je groepje naar een van de werkplaatsen om hem te ontwikkelen en te bouwen. Het was best een uitdaging om de raket te lanceren. Ik kan je vertellen, toen hij eenmaal vloog, hebben we wel echt even gejuicht. In het begin verliep de samenwerking niet zo soepel. In dat eerste project hebben we een belangrijke les geleerd. Maak van tevoren samen goede planning en hou je daaraan. Daarna ging het samenwerking een stuk beter. Je kent elkaars positieve en negatieve eigenschappen. Je weet wat je aan elkaar hebt. Technische natuurkunde is een hele brede studie waar je alle kanten mee op kan. Je kan later bijvoorbeeld werken bij ASML of Philips, waar je vaak de spil bent tussen onderzoekers en ontwikkelaars en de praktijk. Ik wil later werken in een duurzame energiesector. Ik zou willen helpen bij het bouwen van grotschalige windmolenparken en het ontwikkelen van efficiëntere zonnecellen. De werkdruk wordt in het eerste jaar langzaam opgebouwd. Dat is heel fijn, omdat je kan wennen aan het hbo-niveau. Zo hield ik meestal tijd over om andere dingen te doen. Zo heb ik een bijbaantje en fitness ik bijna elke dag. Wekelijks ga ik met mijn klasgenoten wat leuks doen, zoals een drankje pakken bij Café Vest, die tegenover onze school is. Wil je meer weten over de opleiding Technische Natuurkunde? Kom een keertje langs op de opendag of stuur je vraag alvast via de Instagram DM. Doei!